Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag interlandvoetbal, maar wij gaan altijd door. En weer een topgast in Sparta naar voren. Vriend van de show, Henk van Stee. Goeiedag, Henk. Goedemorgen. Ja. Ja, dat was vroeg opstaan voor jou, hè? Nee hoor, voor mij niet. Ik ben elke dag wel heel vroeg wakker. Maar je moest nu al de kinderen naar school brengen? Dat doe ik elke dag. De kleinkinderen? De kleinkinderen. Nee, maar de automatische klok staat om 6 uur al. Hè? Zo. Ja, helaas. Oh, helaas. Hey, en in het weekend nog Henke junior coachen, dat doe je toch ook? Nou, ik trainde onder 6 van Ketel Spaland. Zo. En mijn andere kleinzoon die speelt bij de onder 8. Hartstikke leuk, joh. Oké, en gaat het? Ik heb wel eens gezelligere complexen meegemaakt dan Ketel Spaland. Op de snelweg is dat, hè? Ja, maar het is best wel een leuke amateurvereniging. Er Sparta ook een samenwerkingsverband mee, trouwens. Ja, heel leuk. Oké, en het gaat allemaal goed met de onder 6 en de onder 8. De kantelende backs, de looplijnen, alles gaat goed. Dit is een hele hevige strijd met die kinderen onder 5, hoor, 4. Ja, dat snap je wel ik. Vertellen. Dat snap ik. Wat heb jij gedaan, Anton, van het weekend als Sparta niet voetbalt? Een beetje bijgelezen over het Sparta van weleer. Om een beetje terug in de vibe te komen, want ik was er aardig uitgedonderd, eerlijk gezegd. Ik had een beetje Sparta chagrijn. Echt waar? Ja, we zijn maar doet dat zo lang? Ja, een beetje wel. We zijn een hoop aangesproken op de chaos die het leek in ieder geval. Trainersontslag heeft bij heel veel mensen die niet zoveel van Sparta weten zoveel vraagtekens opgeleverd. En dan melden ze zich bij jou? Bij de vraagbaak Slotboom? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Okay. Verzin maar eens een antwoord daarop. Nee, en ik was nog naar het Nederlands elftal. Ben je geweest? Met mijn gezinnetje. En dat was hartstikke leuk. Op dat bizarre moment nadat, er waren heel veel kinderen, dat je kind moest uitleggen waarom die wedstrijd stil lag. Dat was natuurlijk heel raar. Ja. Dat hebben we bij Sparta ook een keer meegemaakt, zoiets. En nu ook weer. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Een bijzondere datum namelijk. 20 november, we hadden elkaar geschreven aan de telefoon. Ja. Jij zegt, dit is een bijzondere datum voor mij. Ja, het is exact 3 jaar geleden dat ik ben opgestapt bij Sparta. Ja. Ja. Dat was heel apart. Dat was nog in december? Dat zei ik ook. Dat was officieel. Officieel, maar 20 november ben ik gestopt. En dan ben ik daarna nog een avondje met Manfred Laros, Leo Ruijs en Alex Klein. In Hellevoetsluis. We nog proberen een lijnpoging te wagen. Maar ik had dat op dat moment het idee van dat gaat nooit meer lukken. Dus in belang van mezelf en in belang van Sparta ben ik opgestapt. Ja, ik wil niet te veel achteruit kijken. Wel een klein beetje natuurlijk. We gaan ook lekker vooruit kijken. Maar wat ik heel knap aan jou vind en ook heel leuk. Weet je, jij gaat weg bij Sparta. Jouw grote liefde. En je komt daarna, ik weet niet hoe lang het heeft geduurd. Mag je straks uitleggen. Maar gewoon met een big smile terug op het kasteel. Van alsof er niks aan de hand is, omdat Sparta gewoon jouw club is. Ja, maar dat is logisch als je van je 16 jaar bij je clubje loopt. Ja, maar het heeft je wel pijn gedaan misschien? Nou, nee. Laat ik zeggen, ik heb die periode wel geëvalueerd. Wat had ik beter moeten doen? Wat heb ik goed gedaan? Maar met name, wat heb ik slecht gedaan? Maar ik ben met opgeheven hoofd weggegaan. Want het moment dat ik bij Sparta gekomen was, waren ze gedegradeerd. En als je dan promoveert, 11e wordt, 8e wordt en je haalt een hoop geld voor de club binnen. Ja, dan ben je best enerzijds trots. Waar ik niet trots op ben, is het feit van, had ik niet na 3 jaar gelijk moeten stoppen. Had ik wat met mijn vuist op de tafel moeten slaan, dat er misschien wat gekocht zou worden. En wat ik onderschat had in die periode, dat komt een beetje overeen met het huidige Sparta, is dat je na succes, had ik zelf niet verwacht, en dat neem ik mezelf wel kwalijk, dat heel veel spelers benaderd werden. En waardoor je eigenlijk je hele voorbereiding, die was één grote chaos. Apiharo Wie wilde weg, Laros Duarte wilde weg, Smeets, Vriends, Ouwezaarde, Lennarty, die hadden allemaal aanbieding van andere clubs. Yo, heel de voorbereiding ging alleen maar over het weg moeten of kunnen. En dat zie je ook met het huidige Sparta. En ja, iedereen kan van alles zeggen, maar dat heeft zoveel impact op je spelersgroep. En wij kregen een giga terugval. En we konden ook niks kopen. We wilden op dat moment niks kopen. Omdat het geld wat we verdiend hadden, was nog niet binnen. Nou, niet helemaal waar, toch? Want jullie hadden ook Burger, Darverleeuw, Reinders, Dat ging pas op de laatste 2 dagen. En Burger, die waren we mee rond. Want uiteindelijk met veel strijd mochten we Burger halen. En Burger op de laatste dag koos hij voor Basel. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik terugkijk op een hele leuke periode. En achteraf had je misschien dingen anders moeten doen. Maar
nogmaals, Sparta die was daarvoor, van die 20 jaar waren ze 13 jaar speelden ze in de eerste divisie en 7 jaar in de eredivisie. En nou praten we elke week over, we moeten de play-offs halen. Ja, dat vind ik wel mooi. Daar zijn we mee gestopt. Ja. Nou niet hoor. Er wordt hier even een naam genoemd, zo tussen neus en lippen door. Tijani Reinders. Ja, dat hoor grote ik held, ja. Oranje, grote ja. held AC Milan. Was bijna Spartaan. Bijna Spartaan. Ja. Ja, 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 ik was nagenoeg rond met AZ. AZ die, want ik wilde hem door graag hebben. Ja. En die jongen die wilde zelf ook enerzijds. Want maar die was bankzitter toen? Ja, die was bankzitter. Maar ja, op het laatste moment ging er een speler niet door bij AZ. En toen hebben ze gezegd, nou, we houden hem toch nog wel hier. Ja, nou, maar dat was huur geweest? Dat was huur geweest met de optie te koop. Okay. Ja. Ja, dus ja, dat, maar dat is, ja. Ja, dat is, soms heb je daar het geluk. Je kon zijn kwaliteiten wel zien. Het was alleen toen nog een lichtgewicht. Ja. Ja. Ja, je ziet, hij doet het nu geweldig bij Milaan. Burger, speelt die nog bij Basel? Of? Nee, Stoke City toch? Stoke City. Ja, en ja. Dat doet hij goed? Of? Ja. Okay. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal jongens waarvan je, ja, kijk. En Darvoor Leeuw, waar zit hij? Dat weet ik niet. Nee, nee, ik ook maar niet. Je hebt met spelers te maken die het probeert transfervrij in die periode. Ja, want het verschil tussen nu en toen die tijd is dat we nagenoeg niks konden kopen. Het was alleen maar of huren op transfervrije spelers. Ja, en nu heb je natuurlijk het geluk gehad dat je een aantal spelers kon kopen, zoals Laurens, Kitolano, Olij, ja, Brim, noem maar op. En die club heeft zich doorontwikkeld natuurlijk. Ja, nou, en dat is de vraag waar je stelde. En dan op zich ben ik hartstikke trots dat ik daarop mee heb kunnen werken, waar hetgeen waar ze nu staan. Ja, en is een blijft mijn club in. Ook als heb je een conflict, een verschil van inzicht met een bepaalde persoon, wil niet zeggen dat dat je weg moet blijven van je clubje. Heb je nu nog steeds een conflict met nee, met ik heb Laos? Ik heb nee joh, ik heb met niemand een nee, maar conflict. Praten jullie wel met elkaar? Absoluut, absoluut. Ja. En nogmaals, Manfred doet het financieel, doet hij het prima voor de club. Ik had alleen een verschil van inzicht. Nu hoort iedereen het, hè? De nuance, ja, hè? De nuance. Ja. Nee, maar we hadden een verschil van inzicht in een aantal zaken en dat mag. Ik ben meer een ondernemer en hij kijkt het op een andere manier. Ja. En ik voelde het wel op dat moment niet dat ik de steun kreeg die ik ook nodig had in de periode dat het minder ging. Want je moet je voorstellen, we hebben 3 jaar uitstekend gepresteerd. We werden 8e, hoop geld binnengehaald. En 3 maanden later escaleert het totaal. Ja. En, er gebeuren nu dus dingen die onder jouw tijd niet konden. Bijvoorbeeld Mito, hè? Ja. Sparta wordt gebeld, dit is een buitenkans. Ja. Torenhoog salaris, en het kan wel. Dat was in jouw tijd waarschijnlijk niet zo gebeurd. Maar dan zit je dan toch balend thuis. Ja, nee, maar dat is weer een andere situatie. Kijk, het enige waar ik me wel aan gestoord heb. En ik zit niet op credits te wachten, want we doen dat met z'n allen bij Sparta. Is dat is het altijd bij de afgelopen 2 jaar was zo goed. Ja, maar de basis is gelegd toen we uiteindelijk 5 jaar geleden. Dat we gepromoveerd werden en dat er zoveel geld binnen is gehaald. En dat er daarvoor spelers gekocht konden worden. En mensen praten nog steeds over Vito van Krooi, over Vriend, over Ouwezar, over Pinto, zelf over Abels. Ja, die wel eens uitgekafferd werd. Ja, zo werkt dat nou in de voetballerij. En, mensen willen vooruitkijken, mensen willen niet terugkijken. Maar ik vind wel dat het de huidige directie en het bestuur die periode er best wel bij hadden kunnen halen. En dat is, want dat doe je heel veel mensen. Niet alleen mij, maar ook de trainer Henk Vreese en andere mensen tekort in. Dus je krijgt te weinig krediet, zeg je? Nee, dat niet. Dat niet. Maar daar ben je zelf bij. Dan zie je, als je met mijn leeftijd zie je niet op de credits te wachten. Maar het stoor je wel op het moment dat mensen tegenover hetzelfde zeggen van de laatste 2 jaar. Dat is complete onzin. Ja, ik heb het idee, hè, maar ik kan ernaast zitten dat jouw goede vriend Hugo Borst daar ook wat van vindt. Ja, nou, maar kijk, Hugo is uitgesproken, is een columnist. Ik denk als Johan Derksen weggaat bij Voetbal Insight, dat hij die plek over gaat nemen. Daar is hij uitermate geschikt voor. Het is altijd iemand die heel spraakmakend is. En eigenlijk zorgt dat je elke ochtend bij een bak koffie praat. Wat een sukkel, wat lult hij nou? En et cetera, et cetera. Maar Hugo is echt een super Spartaan. Hij belt me echt 2-3 keer in de week op. En dan is het alleen maar vol liefde voor Sparta. Jawel, maar zijn kritische kant, of misschien wel zijn negativiteit, dat sleept jou mee. Ja, enerzijds wel. Dat vind je jammer, denk ik. Ja, maar ik nee, ja, nee. Ik vind hem scherper als ik. Ik ben wat, ik denk wat meer in het belang van Sparta. Ja, omdat ik denk dat je, ja, noem het maar even, de buitenwacht hebt dan een bepaalde idee over Sparta. Want ik denk, ja, dat kan wel wat nuance aangebracht worden. Maar je kan wel, wat wel een tekortkoming is, dat je mensen zoals Hugo,
meer moet betrekken bij Sparta om zijn gal te spuwen. Of in ieder geval wat meer informatie te geven, waardoor hij meer begrip krijgt voor een bepaalde situatie. Maar hoezo moet dat? Hij is toch gewoon ook nou, gewoon een supporter? Dat vind ik niet. Toevallig een mooi podium heeft. Ja, maar ik vind Ruud, die had de laatste keer wel een goede opmerking in de podcast, is ja, de buitenwacht weet niet echt wat er speelt bij Sparta. Ja, en daar heb je een mening. En waar ik gewerkt heb, zowel bij Shakhtar en Zenit, heb ik ruimte gecreëerd waar de vijfde kolon, dan noem ik maar eventjes, rustig kon nababbelen en de gal kunnen spuwen over Sparta. En ik vind dat Sparta, dat heb ik ook in mijn periode gezegd, is je moet één keer in de 2 maanden of 3 maanden nodig 5 à 6 Spartanen uit die toch al wat meer landelijk je iets positiefs kunnen uitbrengen. Hou ze wat meer op de hoogte of in ieder geval ga discussiëren. Je hoeft geen beslissingen nemen op basis van die gesprekken die je voert. Maar dan krijg je meer begrip. Je zegt eigenlijk dat je vindt dat La Ros uitnodigen. Nee, want La Ros heeft denk ik Hugo wel eens een keertje uitgenodigd. Want je pleit maar nu denk, voor een rol voor Hugo, toch? Ja, ik denk dat het meer een rol is voor de RWC. Ik vind het meer de RWC en de directie. Praat eens een keertje met onder genot van de bak koffie. Ga eens met een aantal mensen praten. Pak Louis van Gaal erbij, pak die erbij. Er zijn altijd wel 8, 9 mensen waar je denkt van nou, die kunnen iets toevoegen aan Sparta. Dat vind ik wel jammer. Ja. Hebt u gelijk, Ruud? Nou ja, met Van Gaal praten, want je hebt het over 8, 9. Ik vind dat wel wat veel, maar Van Gaal blind denk je dan waarschijnlijk aan. Ik weet niet wat Spartanen die wat betekend hebben voor de club. Bijvoorbeeld, hè, ik zie nu iedere weekend zie ik Danny Koevermans bij ESPN staan. Ja, die kan je er ook bij halen om een beetje het Sparta-woord te delen. Dus mensen die op een landelijk podium opereren, om die eens aangesloten te houden, vind ik geen gek idee. Nee. Zodat ook de landelijke media wat dieper zijn ingevoerd in Sparta. Nou, en misschien kan je wel mensen uitnodigen die niets met Sparta hebben, maar wel een podium zijn. Hebben. Bijvoorbeeld iemand van ESPN of zo. Of iemand, een Arno Vermeulen van Studio Sport. Ik noem het maar. Uh-huh. Als we aan Gerard denken, Nijkamp, die houdt toch helemaal niet van meer mensen aan tafel? Ik heb niet het idee dat hij het karakter heeft waarbij we eens even gezellig met elkaar gaan praten over wat hij beslist. Ben ik niet helemaal met je eens hoor. Nee, maar het gaat niet over beslissen. Maar Ruud, die krijgt ook misschien wat meer informatie als dat hij dieper bij Sparta zit. Ja, dus dan die is het wat genuanceerder over bepaalde meningen. Ja. Dan krijg je wat meer begrip voor de situatie. Rijsdijk, we zouden niet weer terugkijken, maar Rijsdijk wordt ontslagen. Nou, daar vindt iedereen wat van. Ik ook. En dan kan je vragen van, joh, waarom nu? Waarom niet een aantal weken later dat je na Utrecht, omdat toch Bukari op de bank zit, en dan Stijn Groningen doet dat daarna. Want dan heb je in ieder geval 2 weken de tijd om weer je elftal op te bouwen. Of over 4 weken. Dan krijg je meer begrip voor de situatie. Ook al is die beslissing al genomen, ja, op dat moment. Ja, zulke zaken zou je kunnen uitleggen. Maar daar kom jij in te zitten, in zo'n comité? Nee. Kijk, het ene waar Hugo gelijk, en ik ben niet beschikbaar om een functie bij Sparta uit te voeren. Of het nou een RWC-lid is, of een trainer, of een scout. Nee, ik blijf lekker supporter op dit moment. Ja, nog niet. Nee, daarom. Nee, dus nee. Ik sluit het in de toekomst niet uit. Ja, nee, jij moet wel weer wat gaan doen bij Sparta op termijn ooit. Ja, maar ik heb het nu best wel druk. Waarmee dan? Nou ja, ik doe wat bij de KNVB. Ja. Ben ik mentor voor aankomende of technisch directeuren die minder dan 2 jaar bij een club werken. Ik scout voor een buitenlandse Franse club. Een buitenlandse Franse club? Ja, maar buitenlandse club. Ik wil de buitenlandse club zeggen. Geen Franse club. Zit die toevallig in Frankrijk, die club? Of ja, nee, het is niet zover. Het is lekker warm daar. Nee, maar dat doe ik daar ook wel wat aan. En, dat is leuk. En ik heb altijd gezegd, ik wil niet meer in het buitenland werken. Maar als die hier dichtbij wat zou komen, heb ik altijd gezegd, dan heb ik er wel oren naar. Hoorde je dat hij net zei, ik vind ook iets van het ontslag van Rijsdijk. Dat zei hij, hè? Ja, wil je even aan ons meedelen wat je daarvan vond? Nou, nee, helemaal ja. Nou, ja. Staat vast op jouw lijst. Hij heeft het net al gezegd. Jij had hem iets later ontslagen. Ik kijk altijd ook door de bril van een technisch directeur. Hè, omdat ik daar gewerkt heb. En ik vind het moment vind ik raar. Want als je weet dat je Bukari toch op de bank zet tegen Utrecht. Was een zware pot. En Groningen uit. Ja, dat denk ik, waarom wacht je niet een paar weken? 2 en dan heb je nog Ajax en NEC. Ja. Maar wacht, je had überhaupt wel tot actie overgegaan. Nee, maar je moet lopen. Kijk, op een gegeven moment als de resultaten uitvallen en met name je. Want dat is natuurlijk een heel zwaar punt. Laurensen en Kitalano die hebben natuurlijk verleden jaar natuurlijk uitstekend gespeeld. Mm-hmm. En iedereen had verwacht dat ze verkocht zouden worden. En op het moment als je ziet dat die gasten eigenlijk heel ver door het ijs zakken,
hoe ze nu spelen. Ja, dan ga je ineens van 6, 7 miljoen, iedereen rekenen ze Rijk met Laurensen. Nou, je krijgt er misschien nou nog maar 2 miljoen voor. Nou, misschien zo weinig? Nou, op het moment dat je nu speelt, nou, laten we zeggen 3. Dus op een gegeven moment ga je als management ga je ook kijken. Ja, godverdorie, we moeten wel zorgen dat we hem dadelijk het einde van het jaar kunnen verkopen. Ja, en dan kun je Stijn vrij. Dan gaan we Stijn pakken. Ja. Maar Stijn had ook een aantal weken later kunnen komen. En ik had op de huidige prestatie, met name de thuiswedstrijden, begrijp ik het. Maar het moment had ik nog een paar weken gewacht. Ja. Jij hebt ooit Jeroen Rijsdijk binnengehaald bij Sparta als hoofdjeugdopleidingen. Ja. Toen zat Dolf Roksen nog, hè, voor het eerst toen je met hem sprak. Ja, klopt. En dat is geen geheim. Ik vond toen die tijd, terugkomen, want ik wilde nooit stoppen met de jeugdopleiding. Ik heb altijd gezegd tegen de club van, wil je een stabiele eredivisieclub worden, heb je een begroting nodig van X. Nou, wat ga je dan doen? Ga je kijken waar kunnen transferinkomsten komen, maar je kan ook zeggen van, oké, we kunnen ook de jeugdopleiding minimaliseren. Niet stoppen, minimaliseren om die 5, 6 ton extra, te investeren in je eerste elftal. Of we gaan de hele jeugdopleiding, gaan we de bezem erheen gooien, want het resultaat is keihard, is niet goed. En dat is ook gebleken, dat is het bewijs dat er niks, eindelijk komt er weer iets door, maar eigenlijk de afgelopen 6, 7 jaar naar Appie Harvey is er niets meer doorgekomen. Ja, nou, dan moet je impopulaire maatregelen nemen. Hè. Daar heb ik Dolph Rox een functie aangeboden als hoofdscout. Dat wilde die niet. Ja, dan ga je op een gegeven moment dan moet je iets doen in het belang van Sparta. Ook al is Dolph een geweldige vent. Ja. Maar dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik 3, 4 mensen benaderd van, ben je geïnteresseerd om iets bij Sparta te doen? Niet als jeugdopleiding, maar meer in de functie van Sparta. Ja, toen ging het, en Jeroen Rijsdijk die kon naar IJsselmeervegels. En ja, toen heb ik het besluit eerder genomen dan ik eigenlijk van plan was. Dat wilde ik eigenlijk met Dolph Rox pas in december stoppen. Ja. Met kerst, iets voor bij kerst. En dat heb ik het belang van Sparta gedaan. Maar jij zegt, voor een stabiele eredivisieclub moet je een bepaalde begroting hebben. Die begroting heeft Sparta nu. Ja. Ben jij gewoon niet te ongeduldig geweest? Dat heb ik ook wel eens eerder tegen je gezegd. Toen jij zei van, joh, ze pakken niet door. Toen, wie heb ik tegen als boerenlul met nul verstand van financiën? Maar we komen net uit corona, we zitten 2 jaar naar lege stadions te kijken. Natuurlijk moet iedere organisatie een pas op de plaats maken. En kan dat groeien wellicht later weer gaan door. Maar het was een kwestie van overleven. Ja, maar Ruud, luister, het is heel simpel. Hè. Als je lang in de voetballerij weet, dan weet je dat supporters, ja, dan praten we vaak over supporters die denken van het laatste resultaat. En alles wat minder wordt, dat wordt als negatief. Dus wij zagen al, Henk Vrees en ik zagen op dat moment al van, ja, we kunnen niks halen. Spelers die willen weg, et cetera, et cetera. Zelf heel vervelend met La Ros Duarte en Appie Harrowie. Ja, we hadden gewoon moeten stoppen. Want je weet gewoon dat een hoop negatieve publiciteit gaat komen. En als je dan niet het gevoel hebt, laat ik het zo het gevoel hebben, dat je echt gesteund wordt door de club. Ja, dat iedereen zijn eigen straatje probeert schoon te vegen. Ja, ja, dan krijg je een hoop onrust. Waardoor corona was toch geen bullshit argument? Dat was maar 2 jaar leeg staan. Ja, nul inkomsten. Ja, maar Ruud, ik ga het geen bedragen noemen, maar we hebben gigantisch veel geld binnengehaald. Natuurlijk, ja, en maar die was toch nodig om te overleven? Ja, nee, want je had steeds geld, je had dat geld alleen. Het verschil tussen mijn, hoe ik het zag en de clubleiding het zag op dat moment is, ik wilde een voorschot nemen op die bedragen en de club niet, die wilde pas uitgeven op het moment dat ze het hadden. Het enige wat ik er wel gecreëerd heb, vind ik dan zelf, door dat giga-conflict waardoor mensen onder druk kwamen te staan, is eigenlijk in januari, ik ben dan in november weggaan, is er in januari wel ineens flink geïnvesteerd in spelers. Ja. Arno Verschuren. Ja, bijvoorbeeld, er zijn er nog een aantal spelers. En daar ben ik alleen maar blij mee, want ik ben ook blij dat Laurens is gebleven. Ik ben ook blij dat Kitolaan is gebleven en Olij is gebleven, als supporter. Ja. Maar de clubleiding denkt er misschien anders over, ja, wat we ze kunnen verkopen. Dus ik ga me niet bemoeien met, Sparta had ze moeten verkopen. Ik ben al blij dat ze zijn gebleven. Nou, dan had er voor mij wel 1 weg gemogen. Nee, maar gewoon voor de centen. Ja, maar dan denk jij als bestuurder. Kijk, nee, ik denk als Spartaan. Ik wil dat de club een stevige basis heeft. Ja, maar oké, maar je weet, mensen worden beoordeeld. Ik werd beoordeeld op 3 vlakken. A, dat is de transfer inkomend, de transfer uitgaande en het doorstromen van de jeugdopleiding. Alles wat met techniek te maken heeft. Ja? Dus daar moet je een technisch directeur op beoordelen en veroordelen. En geld binnenhalen, dat kan via transfers, commercie, ja? Of misschien televisiegeld, et cetera, et cetera. Maar je gaat wel, je hebt een bepaalde visie. We hadden een bepaalde visie op dat moment, 5 jaar plan. En dat ging
veel sneller dan we hadden verwacht. Ja? Alleen toen, zoals het op een gegeven moment bleek, toen stokte het gewoon na 3 jaar. En misschien heb ik me wel bemoeid met zaken waar ik me niet heb mee moeten bemoeien. De commercie? Ja, nee, maar luister eens. Mensen zoals Dave van der Meer, Kevin Valkenburg en Wesley Stam, dat zijn gouden mensen voor je club. Ja? Omdat die gewoon al 25 jaar bij de club zitten. En alle in de ouds weten en die heel belangrijk voor die club zijn. Dus het was niet persoonlijk richting Dave, helemaal niet. Het was meer dat ik vond, ja, als je een afspraak maakt dat je zo qua begroting omhoog gaat en je de bepaalde afdeling blijven achter, ja, dan mag ik daar toch wel wat kritiek op leveren, toch? Ook als de argumenten er zijn die ik net gaf? Jawel, waarom? Ik vind gewoon, misschien heb ik te lang in het buitenland gewerkt, dat je zoiets hebt, ja, op het moment als je niet levert, ja, dan moeten de maatregelen genomen worden. En daar zijn ze 10 keer harder als hier in Nederland. Wij denken, ja, maar ach dit, ach dat. Nee hoor, als je een salaris krijgt, moet je presteren. En als je dat niet presteert, ga je eraf. Denk je dat ga jij maar. Denk je dat het jou wel was gelukt, een van die grote 4, 5 spelers te verkopen? Want Ruud zei terecht, ja, we hadden er eigenlijk toch 1 moeten slijten. Ja, ik weet niet. Is niet gelukt. Maar dan weet je de ins en outs ook niet precies natuurlijk. Nee, maar ik heb sterke en zwakke punten. En ik vond wel een van mijn sterke punten altijd geweest, ook bij Zenit. En dat spelers verkopen. En daar heb ik altijd wel succes mee gehad. Maar dat is dus een zwak punt van onze huidige. Nee, dat ga ik niet zeggen, want ik weet het niet. Ik weet niet dat Sparta hoog in de boom heeft gezeten. Of dat Sparta heeft gezegd, ja, we hebben geen alternatief. Maar in het geval van Lauritsen, dan komt er een andere club. Dan gaat het op het laatste moment niet door met die Duitse club. Die een spits zouden kopen. Ja, en dan gaat Lauritsen niet door. Weet je. Je bent ook afhankelijk van andere factoren. Ja, toch? Maar ik weet niet of dat allemaal zo is. Want concreet is, want je hoort vaak in de media heel veel clubs uiteindelijk gaan. Wat je binnenkrijgt. Ja. Ja. Met zoveel middenvelders had het niet erg geweest als Kito Lano was gegaan natuurlijk. Nee, maar oké. Maar die was ook niet helemaal fit natuurlijk aan het begin van het seizoen. Zo werkt het in de politiek niet. Zo werkt met name in het buitenland niet. Het is niet begrippen voor de situatie. Ja. Nee, het is gewoon, je hebt niet geleverd. Dus ga je eraf, dan komt er weer de volgende. Ja. Ja, zo hard is het. En gelijk hebben is niet gelijk krijgen. Maar wat zeg je nu? Er is niet geleverd in het verkoop van spelers. Nee, maar luister, ik vind dat er niet. Nogmaals, misschien kun je er niets aan doen, maar in ieder geval je uitgaande transfers heb je niet goed gedaan als club. Je hebt eigenlijk de afgelopen 3 jaar heb je dan een Mijnlands verkocht, waar heel veel discussie over geweest is. Het wel een te hoog gaan. En Emega, ja, voor eigenlijk een relatief laag hoor. En die jongens liepen ook nog een 1,5 miljoen, hè? Ja? 1,5 miljoen. Ja, maar hij is daarna 1,5 jaar later is hij voor 15 miljoen verkocht. Ja, maar daar zit dus enige nuance in natuurlijk. Ja, ja, maar zo werkt het. Hij is voor een lager bedrag naar Sturm Graz gegaan dan 1,5 miljoen. En bij Sturm Graz, daar is 15 miljoen voor. Ja, nou, maar oké, maar dat is op een gegeven moment, dat zijn keuzes van de club. Van, ja, als er iemand, ik had de pech toen die tijd, of we, ja, bij Sparta, dat Apiao Rui en Laros Duarte uit hun contract liepen en er werden ineens bedragen voor betaald die voor Sparta, precies wat Ruud zegt, met de coronaperiode, die moest je verkopen. Egoïstisch gezien, achteraf, had ik gewoon moeten zeggen, ja, je bekijkt het maar, jullie blijven gewoon allemaal bij Sparta. Ja? Net zoals wat er nu met Laurens en Kietelaander op het, waar, ja, nogmaals, maar op dat moment denk je, ja, in het belang voor Sparta, dat geld hebben ze nodig in principe om de begroting weer goed te krijgen voor de komende jaren. Jongens, tv-versie. Is afgelopen. Oké, dat was heel snel. Er gaat niemand afhaken. Iedereen gaat naar YouTube nu. Nou, zeker als ik vertel dat we via YouTube en Rijnmond.nl businesskaarten weg gaan geven voor Sparta Ajax. Business seats kaarten. Ja, dat is en geen 1, geen 2, maar 6 maar liefst. Sparta Ajax, 22 december. Is helemaal uitverkocht. Daar kan je gewoon naartoe, maar dan moet je even naar YouTube of naar Rijnmond.nl om te horen. Ik zou 4 keer gaan kijken naar die versie. Minimaal. Dus tot daar. Gaan we daar ook lekker door. Ook over de toekomst. Over de mooie verhalen van Henk in Rusland en Oekraïne. Niet allemaal hoor, Henk. Nee. Dus tot daar. Bedankt. Tot volgende week. Hoi. Willen we nog terugkijken op Henk? Jij wel. Je hebt een vraag, Anton. Ik schrok van iets wat jij zei in de tv-uitzending. Die waardevermindering. Als dat echt zo is. Dat kun je natuurlijk toepassen op meer spelers dan alleen op Lauritsen. Je zei hij is nu 2, 3 miljoen waard. In plaats van wat gedachten. Dan hebben we toch een enorm probleem. Als maar kijk eens naar Jurgensen. Kijk eens naar Jiménez, even van onze buren. Ja? Dit gebeurt in de voetballerij. Het moment van kopen is belangrijk, maar het moment van verkopen is net zo belangrijk. Ja? En het moment afwachten, moet je het wel doen, moet je niet doen. Er zijn afwegingen als club. Ja?
Als ik tegen, ik hoorde Manfred de laatste keer zeggen van, nou ja, als Laurens niet verkocht wordt, als is niet zo, of nee, dat over Verschuren niet verkocht wordt, is niet zo erg als uit zijn contract loopt. Nou ja, dan kan je wat wel zeggen, omdat je wat op je rekening hebt staan. In mijn periode, ja, dat geld wat we voor Laurens de Warte kregen, dat had hij echt keihard nodig, ja. Op dat moment. Ja. Dus dat is het moment is heel belangrijk voor een club. En de club had zoiets van, door de euforie dat je achtste werd, ja, en nu pakken we door met spelers. Wij gaan weer voor de play-offs, omdat je meer televisiegelden krijgt. Ja, dat heeft de boventoon, denk ik, gevierd. In de zin van... Destijds. De enige die in waarde groeit is onze keeper. Omdat hij bij Oranje zit. Maar daar is Henk altijd heel duidelijk over. Ben ik heel duidelijk over geweest. En tot nu toe heb ik daar helaas niet voor de Spartanen. Want dat vind ik mensen blij, doorblij dat hij gebleven is. Ik heb altijd gezegd, Olij, blijf je tot de 35 bij Sparta. Omdat de simpel, internationaal pakken ze hem niet. Ja. Waarom dus, niet? Omdat hij gewoon net 15 centimeter te klein is. Voor Championship en voor de Premier League. Ja. En Duitsland ook. Maar voor Nederland als tweede keeper bij een Ajax, Feyenoord, PSV, is absoluut. Duur? Is hij te duur? Voor een transferbetaler gezien zijn leeftijd, ja. Als hij transfervrij is, ja, dan zeker. Maar Ola heeft nu ook iets gekozen. Die heeft ook voor zijn eigen financiën, voor zijn gezin gekozen. En ik denk dat hij een gelimiteerd transferbedrag heeft. Ja, dat heeft hij. Dat denk ik, dat zo had ik dat ook gedaan. Hoe hoog zou dat ongeveer zijn, denk jij? Logisch zijn? Ik denk dat er 1,5 miljoen in staat. Oh. Zo laag? Dat denk ik wel. Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar, ik denk hoger. Maar neem niet weg, ik heb toen die tijd 2 jaar geleden gezegd van de Olij blijft nog tot de 5e spelen. En daar zijn we allemaal denk ik dol blij mee, want hij pakt punten voor de club. Ja, dit enige gevaar is motivatie. Als hij die motivatie blijft houden, die hij tot nu toe heeft uitgestraald, dan heb ik er heel veel vertrouwen. 1,5 miljoen is laag hoor. 1,5 miljoen. Dan kan een Rijnsburgse boodschap halen. Ja, maar hij wordt ook 30 volgend jaar. Ja. Dus ja. Ja, kijk, luister, ik vind Olij een geweldige keeper, altijd gevonden. Maar ik denk niet dat een championship zeker een Premier League niet hem gaat ophalen. Jij hebt toch ooit nee gezegd tegen Okoye, of niet? Hoe ging dat nou ook alweer? Okay. Over geweldige keepers gesproken. Die werd ons toch aangeboden en toen hebben we toch eerst nee verkocht. Nee, dat was best wel humor. Ik heb een goede relatie met zijn zakenmanager, Wessel Wezenberg. Ja. En die kwam, Henk, ik heb een fantastische keeper voor je. Ik zei, ja, Wes, hou op, blablabla. Bla, bla. Dus gewoon op een avond, hij zei, ik ga hem toch even laten zien. Ja, die kwam. Nou, dat was ongelooflijk. Die straalde zoveel charisma uit. En want dat was in real life, voor de duidelijkheid, of was dat op beelden? Nee. Ik had hem gewoon real life. Ik zie hem. Ik wil iemand in zijn ogen kijken. En we hadden een derde keeper nodig. Want hij kon ook nog in de leeftijd dat hij onder 21 kon spelen. Hij kwam bij Fortuna Düsseldorf vandaan? Ja. Ja. Daar kunnen we geen bel aan vallen. Ja, ja, dat hij zich zo ging ontwikkelen. Ja, dat had niemand verwacht. Ja. Linezen nu, hè? Ja, ja. Ja, dat heb je wel eens natuurlijk. Dat moet je ook een keertje geluk hebben. Zo Linezen, maar al gewild door grotere ploegen, zag ik. Ja. Nee, echt een jongen met een geweldige uitstraling. Pech dat in Engeland ging. Dat eigenlijk de jongens die daar stonden, die zouden verkocht worden. Maar uiteindelijk zijn die gebleven, waardoor hij eigenlijk ineens tweede of derde keeper wordt en niet speelde. Zouden we nog geld verdienen als hij omhoog gaat in Italië of niet? In Engeland is het enige dat op het moment als je een transfer doet, dat je geen doorverkoop krijgt. Van al die andere spelers die verkocht hebben, en ik heb een stuk of 12, 13 verkocht, ik krijg allemaal een doorverkoop van 10%, maar voor hem toevallig niet. Was hij de beste speler die je hebt gekocht in jouw tijd als TD van Sparta? Hij heeft het meeste geld opgeleverd. Ja. Maar jongens zoals Laurens Duarte, Morahi, niet te vergeten. Oh ja. Die hebben ook nog geld op. Vito van Krooi, die hebben natuurlijk is heel belangrijk geweest. Vond ik grappig van Vito van Krooi. Ik zat gisteren ter voorbereiding van deze podcast nog even de podcast terug te luisteren. Dat ging over jouw vertrek. Dat was op 7 december. En daarin schreven wij, of zeiden wij, van Krooi, Jans en Goudmijn, dat zijn ook geen schoten in de roos. En toen zei Ruud, mag je na 4-5 maanden een Van Krooi al afschrijven? Dus zo zie je. Ja, Goudmijn heeft natuurlijk ook verleden jaar bij Excelsior. Ja, maar dat was bij Sparta niet echt een succes. Nee. Maar dat is hetzelfde dat die jongen van PSV, die spits, ik vergeet zijn naam ook alweer. Pirou. Oh ja. Nou, die hebben het in Engeland geweldig gedaan. Ja. Ja. Maar dat heb je vaak te maken met jonge spelers. Sparta heeft nu toe, ik hoop dat jong
voorlopig blijft spelen. Want je moet jonge spelers ook wel de tijd geven om zich door te ontwikkelen. Dan gaan ze geld opleveren. Ja, en die spelers die wij gehaald hebben, en dat zie je, hebt net een voorbeeld gegeven met Reinders, en zo zijn er nog wel een paar. Ja, dat geluk moet je hebben dat je ze kan pakken. Ja, je haalde ook Mazouras, hè, om eerlijk. Ja, nee, daar wil ik naartoe. Ja, wat was de slechtste speler die je hebt gehaald? Waar we nu lekker om kunnen lachen. De slechtste mens, dat was zijn broer. Nee, maar dat wat, ja, Mazouras? Is dat Mazouras geweest. Ja. Ja. Hoe is dat nou gegaan? Was het nou echt gewoon een foutje? Nee, dat jullie iemand anders wilden? We moesten nog een restback erbij halen. Ja. En we hadden geen geld om een transfer te doen. En het was ook op het laatste moment. Het was op 31, de 31ste. Dat waren we voor de sluiting. Ja. Hij stond wel op de lijst en we konden voor een laag bedrag konden we hem huren. En ik moet zeggen dat hij qua karakter, ja, past hij wel. Dat wel een goede mentaliteit, ja, maar hij bracht de haven lopen er ook 200 die qua karakter. Ja, nee, maar als je zoveel spelers haalt, dan zit er ook wel. Nee, maar als je zoveel spelers, kijk, het is heel simpel. Des te meer je kan investeren, ja, ja, des te minder risico. Ja, dan kan je kopen. Ja. Maar op het moment als je met praat over transfervrije spelers, ja, dan zit er wel eens wel. Tuurlijk, maar dan komt zo'n Mazouras op de training en dan ga jij kijken en dan denk je, oh nee. Nee, dat viel best wel mee. Wij hebben ook nog een bericht online gehad dat hij Champions League ervaring had. Hè? Ja, dat was zijn broer te zijn. Ja, nee, maar dat was natuurlijk gelul. Dat was de aanvoerder van Olympiakos. Ja, die kunnen wij hebben. Ja, het stond wel in jullie persbericht. Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Dat was een beetje humor. Nou, dat is geen humor. Dat is gewoon een fout. Ja, nou, oké. Maar daar wouden we nu wel om lachen met elkaar. Maar voor een podcast die niet gaat terugkijken, zijn we wel trouwens aardig aan terugkijken, hoor. Ja, dat. Maar joh, maar luister, ik ben de laatste die zegt dat hij alles goed heeft gedaan. Of ik heb ook fouten gemaakt. Dat heb ik net aangegeven. Dus dat is ook gek. Wij zeggen hier nooit onzin in deze podcast. Onzin? Nee, nooit. Nee. Nee. Nou ja, ik lees ITWM heel goed. En ik denk, nou, jullie krijgen allemaal van die reaguurders. Ik ben best wel eens benieuwd. Als ik moet altijd wel lachen of het nou ITWM of Lunatic of bij elke club is dat hetzelfde. Sommigen zijn heel goed ingevoerd. Want ik denk, zijn dat nou mensen van de club? Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Ja, zijn dat nou mensen van de club? Maar er zitten ook een aantal dingen bij. Dan denk ik van, jezus man, wat loer je nou? Wat ja, joh, dat is toch lachen? Ik vind het altijd leuk. Ik vind het altijd leuk. Ik vind het altijd leuk. Dit seizoen? Zullen we het daar eens even over hebben? Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Zijn jullie gelukkig? Van Arnold hadden we vorige week al besproken. Toen was hij er al, volgens mij. Ja. Gaat niet spelen waarschijnlijk. Niet in de basis. Nee, als we dan maar niet Bakari op links gaan zetten, toch? Nou, wat is het alternatief? Wat is het alternatief dan? Die Van Arnold aanslingeren. En, ja. Die ziet er toch fit genoeg uit? Ja, we hebben geen alternatief. Dat is de pijn. Zonder linksback spelen. Dat is de pijn. Ja, want Van der Kust is nog geschorst. Nou, dan is het angst en beven, eerlijk gezegd. Dus Mike Klein. Dat is echt angst en beven. Ja. Nou, lekker dan. Maar Van Arnold gaat minuten maken, dat dan tegen Poku? Ja, ik vind het wel jammer dat, kijk, dat die Arnold kan voetballen, dat staat buiten kijf. Ja. Het is alleen, hoe fit is hij? En ik heb zijn interviews gelezen dat hij goed getraind is. Dat hij heeft nu 2 weken getraind. Hij heeft helaas de wedstrijd tegen de oefenwedstrijd niet meegedaan. Ja, ik zou hem dus altijd opstellen en kijken hoe lang hij het volhoudt. En dan pas wisselen. Ja. Ja. In plaats van andersom, want het plan lijkt te zijn. Ja, nee, maar kijk, andersom kan hij ook repareren, toch? Precies. Maar nogmaals, Stijn is een uitstekende trainer. Die stond zelf ook op mijn lijst, heb ik ook mee gesproken. Maar toen was hij nog trainer van VVV, denk ik? Ja, ik had drie trainers. Ik had Mitchell van der Graag, Henk Vreese en Stijn. En Van der Graag zat toen bij Excelsior nog? Ja, Van der Graag die zegt, ja, het is te veel sentiment tussen Excelsior en Sparta nu. En, ja, en onzin. En Stijn, toen wel. En Stijn, en die had heel simpel, die had een transferbedrag van 250.000 euro moest betalen. Ja, dat, dan, dat is echt onzin. Hè? Ja. Vreese was derde keus? Nee, hoor, helemaal niet. Integendeel zelfs. Vreese was op dat moment al eerste keus. Maar ik moest ook mijn huiswerk doen en te zeggen, wat zijn de mogelijkheden? En dan geef je die drie namen door aan het. Ja, maar zo van der Graag, hè? Die zegt dan, ik doe het niet vanwege het sentiment, wat ik een beetje bullshit vind. Ja. Maar die is daarna assistent bij Ajax geworden. En jong Ajax heeft hij ook gedaan. Assistent Manchester United. Ja. Zit nu dan thuis, denk ik. Ik weet niet waar die nu zit. Is dat dan een goede keuze geweest om voor het tweede plan bij topclubs te gaan, in plaats voor eerste man te zijn bij een middenmotor in de Eredivisie? Ja, dat is een keuze. Maar Mitchell van der Graag, die heeft zoveel mogelijkheden. Ja, toen ook al. Ja, dus die maken wel overwogen keuzes van. En misschien dacht hij ook wel op dat moment, ja, Sparta is gedegradeerd. Een slecht elftal. We hebben natuurlijk. Er is één speler gebleven, dat is Bart Vriends. De rest is alles dat jaar weggegaan. Ja, ja, en dan, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Ja. Heel even nog over Van Arnold. Die geeft dan een interview aan onze eigen clubreporter.
En dan zegt hij dat hij natuurlijk zichzelf heeft aangeboden van de zomer al. En dan belt hij de Guzman. De Guzman zegt zelf, nou ja, het is hier vol. Je hebt Stijn aan de lijn gehad, hè? Vanmorgen nog, weten we iets meer over die best wel vreemde opmerking? Maurice wist niet dat, dat er in de zomer al sprake van was dat hij zichzelf aangeboden zou hebben. Dus. Want toen was hij nog topfit. Komt bij de landskampioen vandaan. Ja, had het gedaan. Dat begrijp ik dan weer. Als jij tevreden bent over Van de Kust, want dat werd gezegd. Dat werd gezegd. En je haalt Mike Klein als backup. Hoef je toch niet een derde back te halen? Dat dat slecht gaat met Van de Kust nu en Klein. Je moet wel repareren. Maar op dat moment ga je niet een derde linksback halen. Nee, en Van Aanholt is ook gehaald om wat leiderschap binnen de selectie te krijgen. Dat hadden we van de zomer toch ook al geweten dat we dat konden gebruiken. In die laatste linie. Ja, maar toch? Nijkamp die dacht daar kennelijk anders over. Wij zijn allemaal Rotterdammers en wij zijn heel nuchter. En goed is goed, slecht is slecht. Ja, en ik zit er ook zo in. Als je vraagt over Masuras, ja, dat was slecht. Heel simpel. En ik heb ook nog bepaalde verkeerde keuzes gemaakt. Maar ik vind nu bij Sparta, het is allemaal maar zo romantiseren. En alles is goed. Alles wat we gehaald hebben is goed. Het is niet goed. Je backs zijn gewoon heel slecht. Alle in ieder geval niet goed genoeg voor wat je wil nastreven. Je wil gewoon de play-offs halen. En wie vind jij minder slecht? Bakari of Rijt? Ik vind Rijt opbouwend vind ik hem wat sterker. Bakari is meer wat krachtiger. Maar het zijn geen jongens direct die je zegt van die haal je voor de play-offs. Ja, en daarvoor, het is natuurlijk al het hele seizoen praten mensen over het evenwicht. Nee, het evenwicht is niet goed, want je backs zijn niet voor het niveau wat je wil nastreven. En je vleugels zijn niet echte vleugelmensen. We hebben de enige goede die we gehad hebben, Saito. We hebben uitstekende middenvelders. Een lengtas is ook prima. Maar ja, ik vind dat we daar iets beter voor de dag hadden kunnen krijgen. Ik ben het niet met jou eens. Ik zou wel met een Rijt en Bakari als backspeler tegen AZ. Met Bakari op links. Ja. Omdat dat het minst slecht is. Maar we hebben toch gezien hoe hij dat deed, Groningen uit. Ja. Groningen uit, we hebben het er niet over gehad, maar dat was een verschrikkelijk duel. Nee, maar ik hoor graag het alternatief van jou dan. Wie zou je dan linksback zetten? Nou, wat wij net bespreken. Van Aanholt kan niet. Van Aanholt kan minuten maken. En Quintero is nog niet fit genoeg. Ik weet alleen niet wie er nog over is als centrale verdediger. Want Jong die kan eigenlijk alle posities in de verdediging spelen. Dan kan die ook linksback. Ik denk wel dat Jong ook, Iedermaar is ook een rechtsbeneren speler, maar ik denk dat hij gewoon overal kan spelen. Een gevaarlijk experiment als we dat zouden doen. Ja. Ja. Maar ja, wat gaat er zo meteen met Jong gebeuren op het moment als alles weer hersteld is? Ja. Maar nogmaals, Jos, gaan we laten vanuit gaan dat Stijn de minst slechtste keuze maakt. En ik heb volledig vertrouwen in Stijn dat hij de juiste keuze maakt. Waarom komt het er dan in Groningen totaal niet uit? Ja, het was hij net begonnen ook. Maar je verwacht toch iets van spirit? Ja, maar aantal spelers zijn gewoon helemaal uit vorm. Oké. Ja, en weekje trainen is dan te weinig, blijkbaar. Ja, inderdaad. Het zijn meer gesprekken. Maar met Laurens kan toch niet vergelijken ten opzichte van verleden jaar. Nee. Nu is hij een keer, zo zie ik het, iedere keer ziek, zwak en misselijk. Iedere keer janken als hij een keer tikkie krijgt. Ja. Maar voor mij, bij de wedstrijd als Twente uit, vond ik hem heel goed. Ja, maar dat is een andere fase. Dan praat je 1-8 wedstrijden. Kijk, Verschuren. Kijk, de kracht van Sparta vond ik in die periode altijd de enorme loopvermogen van het middenveld en die spitsen. Ze kwamen al van alle kanten, met name in de omschakeling. En natuurlijk met Saito had je natuurlijk nog een extra wapen. Nu heb je eigenlijk een eenzijdig aanvalspel. Rijsdijk probeerde wat meer voetbal van achteruit te krijgen. Stijn is meer voor de lange bal. Ja, nou, dat kan, om bezig met het materiaal wat je hebt. Maar op het moment als het maar eenzijdig is, dan gaan tegenstanders zich daar ook op inspelen. Omdat ze van de zijkanten niet bang zijn dat ze helemaal uitgespeeld worden. Maar met Kaiki, wie weet. En Kaiki is weer fit. Ja. Ja, moet ik nog zien allemaal. Wat vind jij van Thijs Veldhuis, deal? Ik weet niet alle in-outs. Dus zou ik moeten weten wat de reden daarvan van is. En wat bedoel je? Wat is dat? Ja, ingewikkeld. Ik snap hem ook niet. Verhuur en dan eventueel kopen als hij bepaalde targets haalt. Heb jij het ook met Appie Haroui gedaan? Ja, niet. Hij praat over een terugkoop. Waarschijnlijk toch? Ik denk het, toch? Nee, met Appie Haroui hebben we geen terugkoop. Nee, maar die heb je toch ook eerst verhuurd en aanstaande Italia. Ja, maar dat heeft te maken met belastingtechnische zaken. Ja, okay, maar met, dat zal dan waarschijnlijk nu toch niet Italië, anders zijn. In Italië is het allemaal wel gecompliceerd, hè? Kopie van die deal. Ja. Maar ja, je kan je afvragen, had je moeten verkopen? Gezien de huidige situatie.
Ja, want ook Sassuolo, hè, ging die. Ja. Sassuolo, ja. Sassuolo. Eerste paar wedstrijden goed. Ja. Dus niet goed in de basis en daarna dat ging niet zo goed en toen raakte hij op de bank en nu is hij geblesseerd. Ik heb het over Thijs Veldhuis. Salernitana. Hij ging naar. Oh sorry, ik had het over Olu en Veldhuis naar Salernitana. Ja. Hey, en een miljoen voor Van der Kust, had je daar ja op gezegd? Ja, had ik hem zelf weggebracht. dat was achteraf natuurlijk ook niet een hele handige uitspraak van Nijkamp. Niet echt, nee. Nee, ja, kom op. Maar dat zit er wel eens tussen. Dat de kust heb niet gebracht wat je hoopt, wat hij gaat brengen. Hij heeft ook een paar wedstrijden goed gespeeld. Maar wat het publiek op de banken stond. Zogenaamd om de eigenlijk meer... Ja, als steun, dat was wel sarcastisch. Ja, maar ook een beetje als steun, want die jongen die heeft even een korte goede fase. Ja, omdat dat gevraagd werd. Jongens, we moeten hem wel steunen. En daar zijn die supporters van Sparta, vind ik... ik vind dat de supporters het de afgelopen jaren geweldig hebben gedaan. Met name uitwedstrijden, ook bij thuiswedstrijden, altijd achter de ploeg blijven staan. Ook, ik zie elke wedstrijd thuiswedstrijd en ik vind het verschrikkelijk hoe ze thuis spelen. Je hoopt elke keer goed, maar met name toch, het publiek in zijn algemeen is best wel positief. Waar gaat Sparta eindigen, denk jij? Ik had begin van het seizoen gezegd de play-offs, vind ik nog steeds. Maar gezien de situatie, denk ik 9e en 10e. Ja. Denk ik ook. Ja. Dat hebben we met Hugo ook over gehad, hè, toen in die podcast. Ja, dus, ik denk dat ploegen zoals Fortuna wat stabieler zijn, goede trainen, goede selectie. Dat die en NEC en Fortuna, dat de twee ploegen zijn die erboven gaan eindigen. Die net boven gaan eindigen. Ja. Ik denk dat we naar de Spartaan van de week gaan. Of hebben jullie nog andere belangrijkere zaken over de actualiteit? Ja, heel. Ja, dan gaan we nog vooruitblikken, dat doen we daarna. Zeker, glazen bol. De glazen bol. Ken je die rubriek? Dat zei je altijd onderaan. Nee, die jij nooit wint. Ik nog wel dit bespreken. Die komt er ook nog. Vind je leuk, hè? Ik kom er nu gewoon in. De Spartaan van de week. Hebben jullie een Spartaan van de week überhaupt? Iemand die je in het zonnetje wil zetten waarvan je denkt, nou... Natuurlijk hebben we dat. Ik heb altijd wel iemand. Ja. Nou, Henk. Ik ben zoals je weet, vrijdag aanpakken. De eerste divisiewedstrijd, zondag ga ik naar Sparta thuis. Maar op zaterdag ben ik altijd op de Breg. Hè. Dan pak ik of de Jong Sparta, of ik pak de RVNAV. En ik heb voor de RVNAV, allereerst, het is de moedervereniging van de club. Maar heel veel respect voor wat die mensen gerealiseerd hebben. Zowel het bestuur, maar ook al de vrijwilligers die daar bezig zijn geweest. Om Sparta weer bij de vereniging te laten horen. En dat zijn, kijk, als je dan maar iets mag noemen, dan zeg ik de RVNAV, vrijwilligers en bestuurders zijn bij mij de Spartanen van de week. Geen naam omdat noemen? Kerpel, Snoep, De Jong. De Jong, Bob Sinken uiteraard, Onderweegs, eigenlijk Abink, niet te vergeten, die werken ze helemaal uit de naad. Maar ook al de vrijwilligers, vergis je niet, de kantine die natuurlijk helemaal opnieuw opgetuigd moet worden, die zijn door al die vrijwilligers opgepakt en het is nagenoeg klaar. Ik denk dat er zo over een maand open gaan. Ja, en er is, het is helaas, in mijn periode was dat ook, het is een, het is niet allemaal roze geur en maneschijn tussen de RVNAW en de BVO. Alle twee tegenstrijdige belangen. Ik zat er toen die tijd, zat ik er tussenin. Ik zat daar als Spartaan, omdat ik heel veel affiniteit heb met de RVNAV. En ik zat er voor de BVO. En het hele beginproces met de gesprekken met de gemeentes, et cetera, dat zijn niet goed gegaan. En waar je nu eigenlijk heel veel ellende van hebt. En alles wordt vooruitgeschoven, alle problematiek wordt vooruitgeschoven. Maar er is best wel heel veel aan de hand tussen de RVNAW en de BVO. Maar had jij daar niet een andere rol in kunnen spelen, juist door ze meer bij elkaar te brengen? Ik heb het echt geprobeerd, maar het grootste probleem is toen die tijd geweest, is dat de gesprekken met de gemeente zijn gevoerd, zonder de RVNAW daar echt goed bij te betrekken. En ik heb ook woorden gehad met de RVNAW, maar ik heb ook woorden gehad met de BVO. Want het beginproces is niet goed geweest, maar in het belang van Sparta, het is zo ongelooflijk belangrijk dat het gewoon één club is. Want je kan waarom? Omdat ik vind, A, het is je moedervereniging, B, je kan er sportief gezien heel veel uithalen. Ja, vergis je ook niet dat ook jongetjes als David Soglu komen van de RVNAW. Er gaan nu, als je kijkt naar de onder 13 van Sparta, RVNAW, die staat stijf bovenaan in die tweede divisie in Sparta, onder 13. In de eerste divisie staan stijf onderaan. Dan ken je naar hoe die verschillen zijn. Maar je kan daar echte Spartaantjes opleiden. Er kunnen supporters worden, er kunnen bestuurders worden, misschien ook nog wel spelers worden. En je zit op hetzelfde complex. Maak er gebruik van en betrek ze erbij. En ik heb altijd, toen ik ook bij de BVO zit, zorg dat er één bestuurder van de RVNAV in het hoofdbestuur van de BVO zit. Dan krijg je begrip voor elkaar situatie. En nu worden
elk wisselvastje wordt zo vergroot. En dan denk je, waar gaat het in godsnaam over? Om gewoon, voordat het bij de nummer 1 komt, en dat moment met de leiding, dan is er een glas die gevallen is, dan blijkt wel dat de hele kantine gesloopt is. En het gaat nergens over. Ja. Gewoon geen begrip, en ik denk ook respect voor elkaar te hebben. En dat, ja, dat moet opgelost worden. Kan dat zijn omdat de huidige leiding van Sparta, de BVO, natuurlijk niet echt Spartaans bloed heeft? Is dat dan een Dat heb ik altijd... Ik neem dat wel kwalijk, want ik neem het bijvoorbeeld mensen zoals, laten we eerlijk zijn, Nijpkamp, zelf La Ros, neem ik dat allemaal niet kwalijk, want die hebben helemaal geen affiniteit met de hele RVNA vanuit het verleden, maar wel het bestuur. Mensen, de RVC bedoel de je? De RVC, ja, en misschien wel Stichting 88. Ja, dat zijn allemaal mensen die weten hoe het real en zelt. En vergis je niet, daar zit zo'n grote groep mensen achter, waarvan ik denk van, kom op mannen, ga bij elkaar zitten en probeer tot een oplossing te komen. In het belang, nogmaals, van Sparta, want het zou niet goed zijn als dit ook weer gaat escaleren, net terwijl we nu al die toestanden met Rijsdijk hebben gehad, et cetera, dat nu zometeen over een aantal weken dat het explodeert met de RVNAV. Is dat aanstaande dan? Dat is ik weet gewoon een hele best wel uitbetrouwbaar woord dat het aanstaande is. Daarom durf ik dat ook wel te zeggen. Dus ik probeer altijd dingen te voorkomen. Je hebt het over een soort noodtoestand nu. Nou ja, ik vind wel dat ze zo snel mogelijk de koppen bij elkaar moeten steken. En misschien mensen die helemaal onafhankelijk zijn, die zeggen, jongens, dit kunnen jullie niet maken. Jij? Enerzijds, ja. Anderzijds. Ja. Nee, ik heb echt woorden gehad in vergaderingen met de RVNAV. Maar ook met de BVO, waar ik vind dat hun heel veel dingen hebben fout gedaan. Ja, dus ze hebben alle twee hele grote fouten gemaakt. Ja, en daar moet je over een oplossing voor komen. En dan zou jij toch een mediator kunnen zijn? Ja, ik eigenlijk wel. Ja. Alleen hun zien mij meer om... ik denk dat de directie van Sparta mij meer ziet voor een RVNA-man. En ik heb zoiets van, nee, ik ben een Spartaan. En het interesseert me niet wat ze alle twee zeggen. Ik vind dat het opgelost moet worden. Nou, hier is je nieuwe rol. Dat is toch totaal duidelijk. Iedereen van de club kijkt hiernaar. Dat weten we. Ik zou het heel slecht vinden als dadelijk op je eigen complex dat het haat en nijd wordt. Ik denk wel dat mensen hier helemaal niks van snappen. Want dat complex hebben zo rondgetoeterd dat het mooi is. Het complex is geweldig, maar je hebt dadelijk gewoon twee afdelingen. Giga-afdelingen waar geen samenwerking is. Dat zou echt slecht zijn. Ja. Dat is onvoorstelbaar, toch? Ja, dat vind ik ook. En je kan er heel veel profijt, want je hele uitstroom van je van de, als je Sparta dadelijk derde, vierde divisie loopt met de RVNAV, heb je een giga-uitstroom voor jongens van die BVO die uitvallen. Maar ook jonge talenten. Ze komen allemaal niet naar RVNAV of naar Sparta. Ze komen echt naar Sparta. Jongens van onder 11, 12, 13, 14 die komen naar Sparta. Ja. Ook de RVNAV die het heel goed doet met de jeugd. Zou dit voor jou zijn, Ruud? Nou, het is grappig. Mijn zoon speelt bij TGB en speelt wel eens tegen Sparta. Maar de ouders van het elftal, daar praat ik dan mee. En die begrijpen het ook niet. Wat is nou betrokken Spartaan? Wat is RVNAV? Ja. Tegen wie spelen we nou? En ik moet eerlijk zeggen, ik weet het soms ook niet. Nee. Dat, nou, ik heb het wel eens gezegd. Ik heb wel eens gezegd, en dat namens mensen binnen de BVO maar kwalijk. Ik zeg, het idee van de betrokken Spartaan is geweldig. Ja, het idee. Maar waar wordt betrokken Spartaan? Waarom niet de betrokken Rotterdammer? Want je hebt de RVNAV al als... en die wordt nu ondergesneld. Ja, de betrokken Spartaan krijgt veel meer voordelen doordat ze bij de BVO zitten. En ook daar weer mensen werken die helemaal weinig met de RVNAV te maken hebben. En ja... Hoeveel jeugdelftallen zijn dat? Betrokken Spartaan? Dat weet ik niet. Een zweekje volgens Maar dat is toch iets heel anders? Nee, dat is een maatschappelijke tak. Ja, dat is een maatschappelijke tak. Op Vreeles. Nee, maar ja, met jeugdvoetbal. Even voor alle duidelijkheid, daar is helemaal niks mis mee. Nee, alleen, het is voor de buitenwacht niet te begrijpen. Nee. En mede daarom wil ik hier een punt achter zetten achter deze discussie. Ja, het is erg. Nee, want ik kan met mensen die nu zitten luisteren, die vooral geïnteresseerd zijn, joh, gaat Van Aanholt spelen hoe is het met Kijkie? Ja, maar ik vind wel, hij raakt hier gewoon een goed punt. En als hij zegt dat het op ontploffen staat, nou, dan vind ik dat. Ja, maar daar hebben we toch ook nu best wel wat aandacht aan besteed. Dan moet je niet doen alsof dit niks is. Nee, mensen die nu nog kijken, dat zijn Spartanen. Dat zijn de echte, ja. En ik zou willen dat die 10.000 allemaal hetzelfde Sparta-gevoel hebben, dat ze ook zich druk maken over wat er op de Breggen gebeurt. Nou, ik zie ook wel een rol voor jou hierin weggelegd. RBC. Je hebt toch nog genoeg tijd over. Ja, dus, precies. En geloof mij nou maar, al die mensen die bij de RVNA zitten, dat zijn echte Spartanen. Die zitten er al 20, 30 jaar. Dat is niet zomaar. Zijn niet zomaar Spartanen die één of twee keer een wedstrijdje komen kijken. Hebben jullie nog een andere Spartaan van de week? Ja, ik zat naar Open Rotterdam te kijken.
Is dat leuk. Hoe noemen we dat? Een zuster. Dat heet een lokale omroep. Lokale omroep, precies. En die hadden een waanzinnig mooi filmpje. Waarin iemand de hoofdrol speelde die ik ken, omdat hij vlak voor mij op de tribune zit. Dus op de Dennis Neville mag je gaan zitten waar je wil. Maar vaak kom je toch in hetzelfde hoekje wel uit. En daar zit een vrouw voor me. En die bleek iets heel moois te doen. Corina Frank heet zij. Zij heeft bij Blijdorp een G-team opgezet. Omdat ze vindt dat iedereen moet kunnen voetballen, ook als je een beperking hebt. En ze hebben haar gevolgd bij zo'n training. Dat was echt hartverwarmend. Dus als je dat doet, om niet... Vind ik heel mooi. Zeker. Dan ben je de Spartaan van de week. Ja, terecht. Ja, dat doe dat dan ook bij onder een van die miljoen Sparta-vlaggen zou je hopen. Maar helemaal mooi, toch? Ja, goed. Heb jij nog iemand... Nee, ik sluit me aan bij... ik vind dat zo'n groot thema. Dus daar sluit ik me wel bij aan. Ja. Ik zat nog aan Denzel Dumfries te denken. Altijd als er interland voetbal is, kun je altijd Denzel Dumfries als Spartaan van de week noemen. Ja. Levert altijd en is onmisbaar in Oranje, denk ik. Jij moet straks naar Garderen, hè, Henk? Ja, ik ga naar Garderen. Want je gaat een technisch directeur bijscholen. Ja, ik de afgelopen twee jaar doe ik wat werkzaamheden bij de KNVB. En dat is een mentor zijn van aankomende technische directeuren of directeuren die al 2 jaar bij een BVO werkzaam zijn. Ja. En die begeleid ik. En dat is hartstikke leuk. En ik kan wel zeggen dat het om de TD's van Heracles, Cambuur en Zwolle gaat. Ik had verleden jaar van Feyenoord en Zwolle. Ja, het Mark Rauw had je. Ja, en ik had ook Zwolle en ook van NAC. Ja. En nu heb ik ze van Cambuur, even kijken, Heracles en... Zwolle? Van een buitenlandse club. Oké. Ja. En dat is hartstikke leuk. Dat is meer een beetje sparren. Inhoudelijk natuurlijk mag je daar niets over zeggen, maar het is leuk te zwarren met die jongens. Oké. Okay. Hey, en als Anton na zijn schrijverscarrière graag TD wil worden, wat is dan de belangrijkste les die je hem meegeeft? Jongens, elke boerenlul kan TD worden, toch? Maar dat gaat wel verder. Jij ook, Anton? Nee hoor, maar in de toekomst heb je waarschijnlijk daar licentie voor nodig. En terecht, vind ik. Ja. Ja. Dat het geen wildgroei gaat worden. Nee, ja, dit is gewoon zo'n belangrijke job binnen een club. En die KNVB hebben, dit is een geweldige cursus die ze opgezet hebben. En ik verwacht dat het binnen 1 of 2 jaar dat het ook in de licentievoorwaarden gaat komen. Oké. Ja, dus ik ga dadelijk naar Garderen om 12 uur heb ik gesprek. En om 2:30 hebben we een CBV vergadering. Oh, ja, dus leuk. Een drukke dag. En fietsen. Ja. Ja. En fietsen. Hij is elektrisch. Hè? Ja. Ja. Ik heb nog ingezonden post gekregen. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Die is namelijk van Bernardo Balta. En denk je, wie is nou Bernardo Balta? Ja. Dat is de commercieel directeur van de Goudse Verzekeringen. Oké. Sparta speelt op 22 december tegen Ajax. Nou ja, daar ben je bij. Maar ja, goed, jij bent overal bij. Ga er een beetje actief bij zitten, Henk. Je zit nu te luisteren je hebt een inkakkertje. Dit is geen moment om een inkakkertje te hebben, namelijk. De Goudse vind ik best wel interessant, wil ik ook wel wat over zeggen. Ja? Nou, hou hem vast. Want Bernardo en de Goudse hebben dus een heel mooi idee, een heel mooi initiatief. Die zeggen, wij willen graag 6 van onze business seats beschikbaar stellen om bij aanwezig te zijn bij die geweldige wedstrijd tussen Sparta en Ajax. Die al helemaal uitverkocht is, hè? Echt niet niks, hoor. Dat is echt een grote prijs. We hebben even contact gehad. Wat is nou een mooie manier om daarvoor in aanmerking te komen? En wij dachten, stuur een mooie foto op van jou als Spartaan, hoe jij Sparta beleeft. Dat kan op het kasteel zijn, dat kan voor de tv zijn, kan voor de radio zijn, kan op een pleintje zijn. Gaan we die ook laten zien volgende week dan? Die gaan we ook laten zien volgende week, maar ook die week erop. Want ik wil wel mensen de tijd geven om een mooie foto in te sturen. Het is pas over de maand. Dus. Daarom. Sport@rijnmond.nl. Daar kan je die foto naartoe sturen. Kan ook op social media zetten als het bij ons op Twitter of Instagram komt. Ik ben benieuwd, Anton. Jij bent een Dennis Neville zitter. Staander. Zijn er mensen die dit nu horen denken, ja, dat zou ik wel een keer willen? Of zeggen ze nee, wat er ook gebeurt, ik wil toch liever op die Dennis Neville blijven. Nou, toen het minder goed ging met Sparta, toen kreeg je 2 business seats per seizoenkaart op de Dennis Neville. Per seizoen. Ja. Dus we hebben allemaal al gesnuffeld aan het hoofdgebouw. En als je dat een keer hebt gedaan, wil je eerlijk gezegd weer terug. Dan zit je heerlijk op die Dennis Neville. Maar dit is een fantastische prijs. We moeten alleen even opletten dat we geen supporters van andere teams binnenhalen. Het is die dag ook PSV Feyenoord. Oh, dat scheelt. Ja. Daarom, dat is een ander tijdstip. Maar daarom vraagt hij ook om een foto. Ja. Precies. Dus het lijkt me echt mooi als het echt Spartaans bloed is. Maar het is prachtig. Weet je ongeveer waar die mensen komen te zitten?
Nee, ja. Dat zit rechts van de perstribune richting het uitvak. Hè? Ja, ja. Daar, dus en dan krijg je, als je bij binnenkomt, krijg je een mooie Sparta schuine streep de Goudse sjaal. Is dat nog steeds die paarse? Ja, die paarse ding. Ik zie altijd die man staan, de gasten ontvangen. Is dat ook Bernardo? Nee, dat is een ander. Dat is een ander. En wat wil je zeggen over de Goudse, Henk? Nou ja, gaan ze niet helemaal afbranden, hè? Want we hebben net een... Goudse hoort bij Sparta. Laten we dat even opstellen. Ja, dit is zo lang sponsor. Maar we hebben nu een geweldig complex bij Te Breggen. Maar het zou ook geweldig zijn als de RVNAV wordt aangekleed of als sponsor voor de Goudse. Want het is toch... Je ziet de jeugdhelft van de BVO loopt met de Goudse. En de RVNAV met een andere sponsor. Dan heb je al een verwijdering. Ja, ik zou het geweldig vinden als de Goudse een sponsor zou worden van de RVNAV qua kleding. Waarde ook als je bij Feyenoord sponsor wordt. Ja. Dat je ook wat voor de jeugd doet. Nee, dat je niet ook wat voor de jeugd doet. Maar het eerste elftal van de sportclub Feyenoord loopt dan ook met dezelfde shirtsponsor als... Oh, dat is wel goed. Maar hier ga je al. Sparta stelt ook voorwaarden. Maar dat is veel meer richting betrokken Spartaan, volgens mij. Nou ja, kijk, bij Feyenoord gaat het ook om iets hogere bedragen. Ja. Hè? Dus dan is het wat makkelijker, denk ik, om ook een bepaald percentage voor je amateurs. Ja, maar dat is voor Sparta met een lager bedrag. Ja, veel groter Goudse. Je vraagt daar een tonnetje extra, toch? Niet heel veel minder. Veel minder. Nee, maar qua uitstraling, dat geef je al een aanzet. Dat geef je al een aanzet van we zijn één club. Ja. Ik vind een tonnetje, daar kan je niet zomaar over praten. Dat is echt een hoop geld. Ja. Het is een stukken minder. Nou, wij hebben er heel hard voor moeten werken, maar voor jou jou een tonnetje niet. Eén boekje. Ja, één boekje. Maar misschien is het wel nooit besproken, want wat ik net zei. Dat weet ik niet. Ik denk niet dat Dave van der Meer daarmee aankomt bij een sponsor. Sponsor ook de RVAV. Dat zit niet in dat is niet iets wat je op een regenachtige dinsdagmiddag in een achterkamertje beslist. Nee. Daar moet je beleid op maken. En dan moet je eerst, zoals Henk net zei, één worden. Pas dan kan het, anders niet. Nee, maar je moet alles mee trekken. Je zit één complex. Het complex is uniek, wat er gebouwd is. Ja, daar ga je heel veel profijt van hebben de komende 10 jaar. Omdat wij altijd de jeugdopleiding heel belangrijk hebben gevonden. En eindelijk weer is er weer een jongetje die doorbreekt. En zit er nog misschien wel een aantal aan te komen. Ja, dus ik hoop dat het gewoon één grote club wordt met één jeugdopleiding. Moeten we meer of minder geld steken in de jeugdopleiding? Nee, maar ik Henk zegt of min. Nee, helemaal niet. Ik vind nog steeds van op momenten. Opleiden hoort bij Sparta. En Henk Rodenburg, ik vind het wel jammer dat hij niet meer in de RWC zit. Maar dat was een van de weinigen die echt betrokken was bij de jeugdopleiding. Die kwam kijken. Als hij vroeger keek het hele bestuur, die keek naar de jeugdhelftallen. Nu zie je nooit meer bestuursleden kijken naar de jeugdhelftallen. Ook directie. Vaak niet eens. Vind ik wel heel jammer. Maar Henk Rodenburg was er wel eentje. En die zegt, ja, ik blijf sponsoren zolang je blijft opleiden. En opleiden hoort bij Sparta. Dus ik zeg, meer investeren, maar wel resultaat verwachten. En dan moet je ook je beleid op afstemmen dat je jeugdspelers verplicht wordt in te passen. Maar wacht even, die jonge Jan... Staat hij op de cover, hartstikke mooi. Ik krijg hem ook. Die speelt sinds zijn 9e toch al bij Sparta. Nou, dus dit is toch een nieuw product. Die komt uit Zeeland. Eindelijk. Zeeland heet Danny Blind. Zenoyers. Dus, nee, maar ik van Drongelen? Ja, nee, daarom zeg ik, Zeeland ligt ons goed. Ja, dat is het achterland. Het is ook een kwestie van... Ik weet niet of het interview online staat, maar hij zit dus al sinds, volgens mij zijn 10e of zijn 9e. Ja, dat is hem toch? In een busje. Ja, zeker. In een busje. Maar dat busje dat reed pas 's avonds laat terug naar Zeeland. Dus hij moest uren wachten na een training om weer naar huis te kunnen. Ja, en als je dan respect. Het eerste haalt, is dat hartstikke mooi. Ja, maar daar ben ik blij mee. En ik vind nog steeds, en daar hebben we toch nog even terugkomen op Rijsdijk. Rijsdijk heb ik binnengehaald als hoofdjeugdopleider. Omdat ik vind, en nog steeds vind, dat je een hoofdjeugdopleider moet hebben die de hele regio kende. Op dat moment. Maar ook zijn ziel en zaligheid erin gooien. Workaholic is, en dat was hij. Hij was pas 5 maanden bezig als hoofdjeugdopleiding. En wij vinden dat Sparta vonden de jeugdopleiding heel erg belangrijk. Wat gebeurt er? Hij wordt derde assistent bij Sparta. En dadelijk naar mijn hoofdtrainer. Maar wanneer ik denk van als je jeugdopleiding zo belangrijk is, waar hou je hem weg als hoofdjeugdleiding waar hij uitermate geschikt voor is? Ja? Misschien zijn eigen ambitie? Ja, maar oké, maar als club ben je daar zelf bij. Als hij geen derde assistent had geworden, had hij nu nog steeds hoofdjeugdopleiding geweest. Nu ben je een goede vent kwijt. Of hij capabel is als hoofdtrainer, daar ga ik hier geen oordeel over geven. Maar ik weet wel dat hij uitstekend functioneerde in samenwerking met Jesper Gudde. Jeroen wilde toch hoofdtrainer worden? Ja, maar oké, maar als jij een 3-jarig contract hebt voorgeschoten als hoofdjeugdopleiding,
Winnie Seur. Dan gaat hij. Nee, en hij krijgt de mogelijkheid om de derde assistent te worden. Natuurlijk wil hij graag. Nou, nu maar die mogelijkheid moet je hem niet eens bieden. Nu hebben we Ben Kins. Is die goed? Kan ik geen. Ik vind Ruudjes vind ik uitstekend. Kins kan ik niet over worden. Ik vind Kins wel een goede vent. Ja. Hij zit hier op 11 december. Op jouw stoel. Oké. Ik ken hem natuurlijk, want hij heeft stage gelopen bij ons voor zijn cursus. Nou ja, hij is een uitstekende jongen. Dat is niks mis mee. Ja, waarom kan je dat niet oordelen? Omdat ik hem nooit bezig heb zien werken met trainers en beleid maken en beslissingen nemen. Daar kan ik geen oordeel over geven. Wel over Rusjes en over Rijsdijk, maar niet over hem. Nee. We zijn een uur bezig. Een half uur geleden zei ik, we gaan het ook uitgebreid hebben over je avonturen in Oekraïne en Rusland. Ja. Kom nog een keertje terug, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd, waar heb je nou meer naar je zin gehad? Bij Zenit of bij Shakhtar? Shakhtar. Ja, daar heb ik nog steeds heel veel contact mee. Ja. En Zenit, veel zakelijker, veel harder. Ja? Betaalden ze meer? Nou, dat viel wel mee. Maar daar heb ik Zenit natuurlijk 7 jaar gehad. Ja. En Shakhtar maar 3 jaar. Maar Zenit is veel harder. Veel meer eisen. Terwijl als je niet goed doet, ga je eruit. Ja, dat was. Ja, meedogenloos. Ik ben bij jou geweest 2 keer. Ja, mooi, hè? Ja, ik ben en bij Henk in Donetsk geweest en bij Henk in Sint-Petersburg. Het was fantastisch. Het was echt een grote meneer daar. Dat vond ik mooi. Ja, nou, we hebben wel wat neergezet hoor, met z'n allen. Ja. Ja, laat ik dat even vooropstellen. Dus, het is toch mooi dat hij een grote meneer nu op het tochtveld van en op een fietsje. Hè? Lopen we op de avond. Nee, maar het leuke is, leuk dat ik met 2 van die ballen zak om me alle diepe jongens sjouwen kapot. Ja, nee, het was echt. Bij die clubs was het mooi. En s'avonds was het ook gezellig, Henk. Nee, was zeker. Ja, 1 keer in de week. Moest je wel even een beetje ontvluchten, heet dat. Ja. Ik ga niet te veel in. Niet helemaal, maar het was mooi. Ik had een vriend meegenomen en we waren in Sint-Petersburg. En we hadden lekker gegeten bij restaurant Barcelona. Weet je dat nog? Ja. We gaan even nog de stad in. En we lopen mee, een enorme rij. Maar Henk liep voorop. Ja. Dus we mochten naar binnen. Zo'n hele grote donkere man. Hey, ja. Mr. Henk, how are you? En Henk komt binnen, deed zijn jas uit, deed 3 vingers omhoog. En wij gaan zitten en 3 bako. En ik hoef er niks te zeggen. Ja. Ja, ik weet niet of dat nou zo goed is, hoor. Dat je te vaak kwam. Beetje korp. Ik zou nu stoppen met praten. Ja, zeker. We gaan zeker niet alles zeggen. Ga door, hoe eigenlijk doe dit? Hey, mag ik wat oproepen? Want we gaan afronden. We hebben een glazen bol nog, hè, Ruud? Oké, maar ik zou wel... We hebben de docu, ik heb hem gezien. Ja, ik heb hem ook gezien gisteren. Dus wellicht dat we nu kunnen oproepen. Kijk hem eens terug op ESPN. En dan kunnen we het de volgende week over hebben. Dat is goed. We zitten nu net al een uur te praten. Je hebt hem nog niet gezien, hè, Anton? Heb ik nog een week de tijd. Hè? Precies. Ja. Moet je kost 50 minuutjes. Ik zag non-stop spotjes ervoor. Dus dat is wel goed. Ja. Doet ons goed. Nou ja, ik vond het inhoudelijk zeker hartstikke interessant. Glazen bol. Goeie spreker. De glazen bol. Goeie spreker. Leuk decor ook trouwens. Ja, mooi hier. Mooi opgenomen. Sparta AZ wordt 1-1, eerste doelpunt van Parrot. Oh, dus we krijgen een verlossende gelijkmaker. Ja, net als toen met Van Krooij. Ja. Okay. Geen vrije trap, denk ik, maar hoeveel wordt het, denk ik? Ik denk 1-1. Ook 1-1. Ja. Ah, je hebt de kijk op. Nou ja, ik heb een aantal ballen gewonnen bij de heer Ballenmakers in zijn box. Ja. Ruud? Okay, achter de pestribune zit je weer. Ik zit altijd bij Harry en bij Jan Dezewaard. Ja. Okay. 1-2, eerste goal, Mijnans. 0-3. Anton is er wel. Dit was jullie negatief, zeg. Nee, ik denk dat we goed beginnen. Dat zien we heel vaak. En daar zit er wel wat spirit in. En dan na een minuut of 20 zie je het kwaliteitsverschil. AZ draait niet, hè? Afgelopen 4 jaar. AZ draait wij wel. Kom op, Anton. 4 jaar niet verloren van... Nee, maar we zijn ook de ploeg die ploegen die niet draaien altijd weer in het zadel. Dat is met Groningen. Klopte dat inderdaad wel, ja. Ja, Heerenveen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Als je zo praat, had je Stijn niet hoeven te halen. Nee, maar wij hadden het net over Stijn. En hij heeft toch nog helemaal niet met de hele selectie kunnen trainen. Ze waren allemaal afgelopen weg. Afgelopen weken. Nee, maar kom op. Wij gaan gewoon minimale punten halen tegen AZ. Ik hoop dat je gelijk hebt. Olij was weg. Bakari was weg. Nou, we gaan zo maar door. Van der Kust was weg. Hij heeft nog helemaal geen moment gehad waarop die iedereen bij elkaar heeft gehad. Dat hele teambeelden wat we nodig hebben, dat is eigenlijk nog niet eens goed begonnen. Anton, ik ga jou een mooie hoop geven. Ja. Feyenoord, de beste wedstrijd van het seizoen, was Go Ahead Eagles uit. Na een interlandperiode waar er 15 weg waren, dat werd 1-5. Waarom zou dat bij Sparta niet kunnen? Nou, zo is het. Nou, laten we hopen dat het geen 1-5 wordt. Dan draai ik het. Nee, precies, maar dat was wel de beste wedstrijd van Feyenoord van dit seizoen. Nou, met leuk Bifica, om te weten. Dus dan weet je dat ook. Ja? Kan je daaraan vasthouden. Dit was het. Je moet naar Garderen, Henk. We gaan zo naar Garderen. Heel veel plezier. Dankjewel. Je bent 6 december in FC Rijnmond, hè?
Ja. 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 Dat is een tijd geleden weer, hè? Ja, ja, ja. Nee, ja, ja. We hadden contact. Ik zeg, joh, Henk, kom even in FC Rijnmond zitten. Ja, maar in die Sparta-podcast ging het laatst met Hugo meer over mij dan met mij. Dus kan ik nog even... Uitstekend, hoor. Ja, 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 ja. Dus je bent altijd... Nou, afronden. Ik moet ook weg. Oh, wat heb jij dan? Ik moet naar Assen zo... Naar Assen? Ja. Kunnen jullie een stukje carpoolen? Ja. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Geen idee wie er op de plek van Henk zit. Dat zien we dan wel. En maak even een mooi fotootje voor die kaarten voor Sparta Ajax Business Seats. Dankjewel. Doeg. Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!